Hoi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een hele leuke video. Volgens mij zeg ik dit echt iedere video die ik opneem. Maar ik vind dit echt een hele leuke video om te kijken bij anderen en ook om zelf op te nemen. Het is een tijdje geleden dat ik deze video heb opgenomen. Maar echt een van mijn favoriete video's. Dit is namelijk een Shein shoplog. Ik heb weer echt super veel dingen van Shein mogen ontvangen. Dit is een samenwerking met Shein. Ik heb alle items gekregen. Maar ik zal altijd bloedeerlijk zijn over de dingen die ik krijg en wat ik ervan vind en de kwaliteit en zo. Dus ook in deze video ga ik mijn eerlijke mening geven over alle items. Ik heb vooral echt heel erg veel bikinis uitgekozen. Ik had ook wat items uitgekozen voor Dagmar, Zoe en Keir. Die van Zoe zit hier nog wel tussen. Keir heeft die van haar wel meegenomen naar huis. Verder heb ik voornamelijk echt, dus zoals ik zei, heel veel bikinis uitgekozen. En een paar kleding items voor de zomer, voor op vakantie. Aan het eind van de video heb ik ook nog voor jullie een leuke kortingscode. Alle linkjes staan in de beschrijving en dan gaan we maar snel beginnen. Oké, ik heb stiekem al een paar bikinis bekeken. Dus ja, ik ga maar gewoon beginnen met de eerste bikini. En dat is een heel erg mooi turquoise kleurtje. Ik merk echt dat ik in de zomer echt heel erg fan ben van blauwe kleuren. Ik vind dat gewoon heel erg mooi. Ik heb deze bikini in een maatje M. Vaak kijk ik gewoon naar de recensies, hoe de maten vallen bij anderen. En daar baseer ik op welke maat ik kies. Dus bij deze is dat een M geworden. Even kijken. Dit is allereerst het topje. Het is echt een hele mooie zeegroene kleur. En dan hier aan de voorkant heeft hij zo'n ring zitten. Dit ringetje is van goud. Dat vind ik wel heel erg mooi. En dan aan de achterkant kan je hem helaas niet verstellen. Hij is niet verstelbaar. Maar er zitten wel verstelbare bandjes. Dus dat is dan wel weer fijn. Dus heb ik dus in een maatje M. En ik denk dat ik deze wel moet passen. En daarbij zit een broekje. Even kijken wat de binnen- en buitenkant is. Ik denk zo. Dat is dit broekje. Ik vind tegenwoordig van die broekjes met van die dunne touwtjes aan de zijkant echt heel erg mooi. Vroeger vond ik juist van die dikkere bandjes heel erg mooi. Volgens mij zitten daar ook wel een paar bikinis van bij. Maar dit is voor tennen gewoon super chill natuurlijk. Dat je lekker bruin wordt. En ik vind het gewoon heel erg mooi staan. Deze heeft hier aan de voorkant weer van die ringetjes zitten. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Hierna zullen jullie allemaal beelden zien of ik het pas ja of nee. Wat ik ervan vind, hoe het staat. Maar tot nu toe voelt de kwaliteit best wel goed. Er zitten pets in, maar die heb ik eruit gehaald. Eigenlijk bij alle bikinis heb je er pets in zitten. En die hebben hier dan ook zo'n gat. Die kan je er zelf weer in of uit doen. Maar ik vind het altijd wel mooi om die dingen eruit te halen. Maar dat is mijn mening. Dat is natuurlijk bij iedereen anders. Maar dat is dus de eerste bikini. Dat is deze. Voordat ik de bikini aan wil gaan laten zien, wil ik eventjes zeggen dat ik geen reacties hoef over mijn lichaam, over weet ik veel wat. Ik kies ervoor om dit wel op YouTube te zetten. Om wel te laten zien hoe de bikini staan. Omdat ik dat zelf ook chill vind als anderen dat doen. Ik heb ook heel veel dingen waarvan ik denk, dit mag anders, dit mag anders. Dus hou je commentaar gewoon lekker voor je. Als je het er niet mee eens bent, klik je lekker weg. Wil je het wel zien, blijf je lekker kijken. Dus ik ga nu de eerste bikini laten zien. Dit is de eerste bikini. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ik vind vooral het kleurtje heel erg mooi. Topje zit ook goed. Ik heb de pets er dus uitgehaald omdat ik dat gewoon zelf mooier vind. Maar ik vind dat hij wel echt perfect zit en aansluit. Achterkant is ook mooi. Zit ook echt perfect. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat je aan de achterkant geen sluiting hebt. Zit het gewoon wat strakker en cleaner of zo. Ik vind dat wel mooi. Heb ik hier volgens mij een rok. Denk ik dat het is. Ja, dat is dit. Haha. Dit is een beetje zo'n soort sarong. Maar dan een hele lange voor over je bikini heen. Ik dacht, dit vind ik wel echt heel erg leuk. Met een badpak. Ik heb natuurlijk mijn eigen badpakkenlijn. Dus ik vind dat wel heel erg leuk om dan een badpak aan te trekken en dan zo'n grote rok eroverheen. Dat is gewoon leuk als je bijvoorbeeld eventjes op het strand bent, maar je gaat ergens lunchen. Dan kan je niet in alleen je bikini of je badpak aankomen lopen. Dan wil je er gewoon even wat overheen. Dus ik dacht, dan is dit wel heel erg leuk. Ik heb dus een zwarte gekozen. Je had nog meerdere kleurtjes, maar ik vond zwart wel leuk. Beetje doorschijnend, zoals je misschien wel kunt zien. En aan de bovenkant kan je hem dus strikken met deze twee touwtjes. Waardoor die aan de zijkant dus ook nog helemaal open is. En zo'n split heeft. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dus dat is deze. En deze heb ik als het goed is. Ja, in een maatje S heb ik deze genomen. Dit is de sarong. Die vind ik echt heel erg leuk. Ook zo leuk voor over je bikini heen. Voor op het strand. Ik vind het echt heel leuk. Ik had eigenlijk nog wel meer kleurtjes kunnen bestellen. Maar oké. Ik heb deze dus in een maatje S. Maar ik had op zich ook wel een XS kunnen nemen. Want ik heb hem nu iets strakker moeten maken dan dat eigenlijk de bedoeling is, zeg maar, qua lengte van dat touwtje. En er zit nog steeds best wel los. Dus ik had echt makkelijk een XS kunnen nemen. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. Heel leuk rok. Ik denk dat ik deze nog meer kleurtjes ga bestellen voordat ik op vakantie ga. Heel leuk. Dan heb ik hier een bikini die ik voor Zoe heb uitgekozen. Nou, die Zoe heeft uitgekozen. En dat is een mooi roestkleurtje. Ik ga deze niet passen. Ik ga hier geen aanbeelden van doen. Beetje gek misschien als ik haar bikini ga aantrekken. Maar ik ga hem wel eventjes aan jullie laten zien.
Dat is allereerst dit broekje. Het is een beetje een roeskleurtje. Ik vind het echt een hele mooie kleur. En er zitten dus glitters op. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien. Ik denk het wel. Maar dat is dus dit broekje. En wat ik, dit soort broekjes vind ik echt het allermooiste, denk ik. Dat je die aan de voorkant zeg maar zo nog een beetje bij elkaar kan schuiven. Of je kan hem juist breder schuiven. Die vind ik echt heel erg leuk. En dan zit er zo'n topje bij. Ik heb dus ook een, dit soort, zo'n soort bikini, maar dan in een groene kleur. Ook met zo'n topje. Het topje ziet er wel groot uit, vind ik. Wordt zo echt een heel erg mooi topje. Hier zitten ook weer de pets in, zoals je kunt zien. Maar die kun je er ook weer gewoon uithalen. En deze is ook weer diezelfde kleur met glitters erop. En bij dit setje zit er dus ook nog zo'n rokje bij. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Hele mooie kleur. Ook weer zo'n sarong. Volgens mij heb ik ook een paar bikinis waar zo'n setje bij, waar zo'n rokje bij zit. Dit vind ik wel echt heel erg leuk. Ik heb hier weer een blauwe bikini. Donkerblauw. Deze heb ik in een maatje S. Waarschijnlijk omdat dan de reviews zeiden dat hij gewoon normaal viel of zo. Dat ik hem gewoon mijn huidige maat heb genomen. Voor de mensen die het afvragen, meestal heb ik qua broeken een maat 36. En qua topjes heb ik meestal een maatje S. Qua cupmaat heb ik een 70D. Dus dan weet je ongeveer een beetje mijn afmetingen. Of hoe zeg je dat? Ja, afmetingen. Dan is dit, die is heel cheeky. Oh my god, deze kan niet mee op vakantie naar familie. Dat weet ik in ieder geval wel. Maar dat is dit broekje. Sorry, maar ik zie niet eens wat de voor- of achterkant is. Het is allebei echt inimini. Het is wel echt een hele mooie kleur. Dat moeten we wel eventjes toegeven. Maar het broekje is heel klein. Maar ik vind het wel heel erg mooi vaak. Alleen op vakantie met familie kan dit echt niet mee. Dit moet dan echt mee op vakantie met die meiden. Maar goed, dat is dus dit broekje. Deze loopt dus al van zichzelf in een V-vorm. Wat ik altijd wel echt heel erg mooi vind. Omdat je dan echt van die mooie heupen krijgt en van die smalle taille. Maar dit is dus het broekje en het topje die hierbij zit, vind ik vooral echt heel erg mooi. En dat is deze. Het is een beetje een soort triangeltopje, maar dan ietsjes groter of zo. Ik weet niet, de band loopt zeg maar in dezelfde breedte, loopt die over naar de achterkant. Ik ben echt heel slecht in dit uitleggen, maar je ziet wel wat ik bedoel, denk ik. Je kan de band helaas weer niet verstellen aan deze kant. Je kan hem niet strakker of losser maken. De bandjes kan je wel verstellen, dus dat is wel fijn. Hier heb ik ook weer de cups uitgehaald. Dat is dus deze. Ik vind het wel echt een heel erg mooi kleurtje. Vooral als je lekker bruin bent. En ik vind blauw ook echt een kleur dat staat leuk bij bruin haar, bij blond haar, bij rood haar. Ik vind blauw echt een hele mooie kleur. Dus dat is deze bikini. Deze bikini vind ik echt heel erg mooi. Dit topje zit echt perfect. Mijn borsten passen er gewoon echt perfect in. Ik vind het wel mooi als het hier wat meer open is. De achterkant vind ik ook echt heel erg mooi zitten. Het broekje is wel echt heel erg klein. Je weet gewoon niet wat er voor een achterkant is. Ik denk dat dit de voorkant is, maar ik heb echt geen idee. Maar die zit dus zo. Die vind ik ook wel echt heel erg mooi. De achterkant ga ik niet laten zien. Dat is echt veel te klein om op YouTube te zetten. Maar ik vind het echt een hele leuke bikini. Ik denk dat dit echt mijn favoriet is. Dan gaan we door naar weer een blauwe bikini. En dit is dezelfde soort bikini als de allereerste die ik liet zien. Alleen deze heeft een ander patroontje erin. Even kijken of je dat goed kan zien. Het topje verder is wel gewoon helemaal hetzelfde. Lichtblauwe bikini. En dan hier weer zo'n ring in het midden ook weer van goud. En deze achterkant kan je ook weer niet verstellen. Maar wel de bandjes kan je weer verstellen. Maar ik ga het even laten zien. Kijk, dit is het stofje van de eerste bikini. En dit is het stofje van de tweede bikini. Je voelt ook echt heel erg duidelijk verschil. Hier zitten ook bijvoorbeeld de pads nog wel in. Die kun je er dus gewoon zelf hier uithalen. Dat vind ik altijd wel fijner of zo. Ik weet niet. Ik vind het altijd gewoon wat mooier zitten. Maar deze bikini heb ik dus ook weer in een maatje M. En deze kleur vind ik ook echt heel erg leuk. En dan is dit ook weer hetzelfde broekje die erbij zit. Ook deze is weer gewoon aan de achterkant weer wat normaler dan dat andere broekje van net. Deze heb ik ook weer in een maatje M. Heeft hier aan de voorkant ook weer van die ringetjes. En heeft ook weer dat patroontje. Ik moet zeggen, dit stofje voelt wel wat lekkerder dan dit stofje. Deze voelt best wel dun of zo. En deze voelt nog best wel dik aan. Dus deze vind ik echt heel erg leuk. Dus dat is deze lichtblauwe bikini. Dan dezelfde bikini als de eerste, maar dan in een lichtblauw kleurtje. Ik moet zeggen dat ik deze wel wat mooier vind ofzo. Omdat je gelijk voelt dat de kwaliteit wat steviger en wat dikker is. Dus dan een bikini waar ik echt heel erg enthousiast over ben. Omdat ik deze gewoon echt heel erg leuk vind. Ik hoop dat hij me ook heel erg mooi staat. Ook deze heb ik weer in een maatje M. En deze heeft allemaal verschillende kleurtjes. Ik vind deze echt heel erg leuk. Even kijken. Dat is allereerst dit broekje. Ik vind dit broekje ook weer zo mooi. Zeg maar met die dunne bandjes. En dat je dit dus weer zo kan schuiven of groter kan maken. Gewoon wat je zelf wilt.
En ik vind dit printje echt heel erg leuk. Je ziet natuurlijk dit jaar echt super veel kleurtjes, printjes, van die swirl printjes, dingetjes. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk. En deze kleurencombinatie vind ik ook heel erg mooi voor vakantie, als je lekker bruin bent. Ja, echt heel erg leuk. Ik moet zeggen, het broekje ziet er wel wat groot uit. Zeg maar van heel hoog. Maar we gaan het gewoon zien zo meteen. En daar hoort natuurlijk ook weer een topje bij. En dat is gewoon een heel erg simpel triangeltopje. Maar tegenwoordig kan je triangeltopjes ook op heel veel verschillende soorten manieren dragen. Je kan ze natuurlijk zo dragen. Zo vind ik hem wel heel erg leuk. Dat dat geribbelde aan de binnenkant zit. Maar je kan ook de bandjes kruisen. Je kan tegenwoordig echt superveel met al die bikinis. Dus dat is deze. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. En deze bikini heb ik dus in een maatje M. Ik denk dat dit wel echt mijn favoriete bikini is van allemaal. Dus dat is deze. Dan deze bikini. En deze bikini is echt best wel naakt. Vooral hier aan de onderkant of zo. Dus ik laat het even zo zien. Daar voel ik me wat chiller bij. Maar dit is het topje. En ik heb deze nu op een andere manier geknoopt dan dat eigenlijk hoort. Zeg maar, dit is normaal gesproken de onderkant. Maar ik vind dit echt zo'n leuke manier om die bikinis te dragen. Vooral deze, omdat hij dan ook nog helemaal zo naar achter doorloopt. Ik weet, ik vind deze bikini echt heel erg leuk. Heel leuk printje ook. Broekje vind ik dus wel iets wat heftig. Maar op het strand kan dat op zich wel. Maar voor op YouTube vind ik het misschien net iets te. Vooral de achterkant is echt heel klein. Je hebt echt maar heel weinig stof. Oké, dat ging even niet als gepland. Mijn camera was uitgevallen. En